De minister van Financiën en Planning heeft van 10 tot en met 16 oktober geparticipeerd in de IMF WB 2023 jaarvergadering in Marokko. De minister en zijn delegatie voerden in verband met de voortgang van het IMF-programma besprekingen met een directieteam van IMF. Bij deze gesprekken werd Suriname gecomplimenteerd met de voortgang van het programma en de lang uitstaande gedurfde hervormingen die op verschillende gebieden zijn ingezet. Simultaan met het herstellen van een economie en tegelijkertijd de opbouw van capaciteit is dit namelijk niet eenvoudig. Het programma dat van juni 2022 tot en met juni 2023 stilstond en 4 IMF-evaluaties heeft gemist, heeft nu 2 opeenvolgende evaluaties positief afgerond. Als gevolg van een storing en de opgetreden gevolgschade in de thermische centrale van de EBS is de opwekcapaciteit in Paramaribo, Para, Wanica, Saramaca en Komowijnen afgenomen. Elke andere storing kan een grote impact hebben op de levering en het systeem in een kritieke toestand brengen. Technici van de EBS zijn drukdoende de schade te herstellen. Het hiervoor benodigde materiaal moet echter in het buitenland geproduceerd worden. De geschatte duur voor de reparatie is ongeveer 2 maanden. De EBS vraagt de burgerij om zorgvuldig om te gaan met het elektriciteitsverbruik en waar nodig het verbruik aan te passen. Het overliggend waterschap multipurpose quarantaineproject heeft een nieuw bestuur. Minister Gracia Emanuel van ROS heeft donderdag het nieuwe OWMCP-bestuur dat geleid wordt door Richenel Small geïnstalleerd. OWMCP is belast met het toeleveren van irrigatiewater aan de bevolkingspolders in Ikeri en het afvoeren van overtollig water uit het waterschapgebied. Verder moeten het OWMCP en de inliggende waterschappen ervoor zorgen dat de waterhuishouding op een adequate manier geschiedt.